Ja, dames en heren, daar zijn we weer terug. Back in de Efteling. En ik ga bijna op vakantie. Dat betekent dat in deze video nog eventjes het allerlaatste nieuws vanuit het prachtige park aan jullie medegedeeld wordt. We gaan eventjes naar de bouw van Efteling Grand Hotel, want daar gebeurt eindelijk weer wat. En er zijn nieuwe fases bezig bij Dans Macabre. Ook gaan we naar Ravelijn. Er is een nieuw boek. En ze denken te weten waarom dat die branden er opeens zo snel kwamen daar. Maar we gaan eerst naar Eftelingen. Nog één. Allerlaatste keer al het nieuws dat nu in de Efteling gaande is. Blijf kijken. Toppers, wat goed dat jullie nog steeds aan het kijken zijn. Vergeet niet eventjes nu al te abonneren en te liken, want het belooft een hele leuke video te worden. Maar volgende week komt ook een hele leuke video. Vorige week ben ik vreselijk te grazen genomen door Marcus. Ik moest namelijk op alles ja zeggen wat hij mij vroeg. Nou, daar heeft hij gretig gebruik van gemaakt, mensen. Dus heb je die video nog niet gezien, check die dan eventjes, link in de beschrijving. Goed, wat ik zei, we gaan naar Eftelingen, want er zijn nieuwe souvenirs, namelijk puzzels. Efteling puzzels van maar liefst 1000 stukjes. Welkom bij Eftelingen, de souvenirshop die je natuurlijk ziet als je in het park bent. Dat weet iedereen. Ik sta hier voor de nieuwe puzzels van Jan van Haasteren. En dat zijn hele moeilijke puzzels. Ze zijn namelijk 1000 stukjes. En kijk dan, hoe ga je zien van 1000 stukjes waar alles past? Ik heb een leuk verhaaltje. Heel grappig. Heeft te maken met die puzzel. Thuis heb ik een puzzel gemaakt van Friends, de serie. En die was ook 1000 stukjes. Ontzettend moeilijk. Het ligt niet echt in mijn straatje, die puzzels. Is het trouwens puzzel of puzzel? Ik zeg het eigenlijk allebei een beetje. Maar goed, dus ik ga deze niet halen. Ja, dit is dus met Fata Morgana. Spiksplinter nieuw. Deze is ook nieuw, maar deze Pardoes, die is eng. Ja, goed, dat is een kleine tegenvaller. Hiernaast staan wel gewoon nog puzzels die al langer verkocht worden. En nu we dan toch in Eftelingen zijn, nou, de puzzels zijn natuurlijk nieuw en hier heb je een hoekje met allemaal t-shirts. Meestal ben ik niet echt van de Efteling t-shirts of truien. Ik ga daar meestal niet in rondlopen. Dit zijn wat nieuwe. Ik vind ze ook niet super mooi, maar ze zijn wel best grappig. Kijk maar. Hier heb je onder andere een nieuwe, deze blauwe Crazy voor de Efteling. Jij ziet eruit om op te vreten. En ik zag je al aankomen. Kijk, dat is met lang nek. Dat is natuurlijk best grappig. En kus me. Nou. Lachen toch. En ook is Jumbo-Visma, de Efteling heeft voor Jumbo-Visma voor de Tour de France dat shirtje gemaakt. Dat heb ik al heel vaak gezegd. Maar nu worden daar hier ook souvenirs van verkocht. Laten we daar heel even kort naartoe lopen. En dan gaan we door met ander nieuws in het park. Hier staan ze dan, de Jumbo-Visma souvenirs. Nou, een hele rek vol. Bidons, mokken, boekjes, t-shirt, truien, van alles en nog wat. Efteling Grand Hotel, daar zou ik naartoe lopen, heb ik tegen jullie gezegd. En naar mijn gevoel zijn ze hier na lange tijd eindelijk weer bezig met bouwen. Het lag heel lang stil. Alleen die kelder die was voor mijn gevoel af en er zat een laagje op. Maar nu zie je weer mensen aan het werk op trucks, graafmachines, noem het allemaal maar op. Ik ga het in de gaten houden, dames en heren, want ik ben blij dat er hier nu eindelijk weer iets gebeurt. Als je nou naar Dans Macabre kijkt, dan gaat echt dat hoogte in. En dit blijft een beetje op een laag pitje voor mijn gevoel. En het moet toch in 2024 gaan openen. Het moet wel goed komen, Efteling kennende, maar je weet, wordt het een heel klein beetje uitgesteld. Bij de intro had ik het er net dus over dat dit de laatste keer is in principe dat ik het nieuws doe. Nou, over een maandje of zo, dan komt er weer al het nieuws van de Efteling. Maar aankomende weken zijn het vooral challenges of video's die op één onderwerp gefocust zijn met vooral wat tips. Niet per se het laatste nieuws vanuit de Efteling. Zo komt er volgende week een hele toffe challenge online met freerunner, YouTube freerunner Mats Akkermans. En dat is voor volgende week, dames en heren. Dus hou mijn kanaal daarvoor op de hoogte. We lopen bij In de Zwarte Kat bij Dans Macabre. Dan gaan we even kijken. Het is nog helemaal leeg. Het is hier dus ontzettend rustig. Maar we gaan naar Dans Macabre kijken. Want er zijn nieuwe fases begonnen. Ze zijn begonnen met de ingang. Met de wachtrij eigenlijk bij het kerkhof. En vooral het kerkhof van Jozef Charlatan die daar ligt. Daar zijn ze mee begonnen. Ga ik nu laten zien. Ook zijn ze gewoon ontzettend ver met het abdijgebouw zelf. We gaan even dus hier over het hek heen kijken. Zoals jullie zien zijn ze daar dus heel druk bezig met die wachtrij. Zo gaat dat er uiteindelijk uitzien. Wie weet herken je de vormen er al wel een beetje in. Ik ben nog even verder omgelopen voor Dans Macabre. Wie weet zie je vanaf hier dan nog heel goed wat ze aan het doen zijn. Zie je het vanaf daar goed? Nou, je ziet het hier wel goed. Maar je zou het aan de overkant dus beter moeten zien. Dat daar zou het kat van Jozef Charlatan moeten zijn. Wat we daar nu aan het bouwen zijn. We zijn bezig met het kerkhof in de wachtrij. Heel duidelijk. Nog een leuk nieuwtje over Dans Macabre. Hier
bovenaan de zijkantje had hier al een paar gaten waar je doorheen kon kijken. Zie je eigenlijk helemaal niks door. Nu wel weer wat meer omdat ze met die wachtrij bezig zijn. Maar er is nog wat nieuws en dat is dit dingetje. Steek hier je hoofd in en je ziet dit, dames en heren. Oh, hij is weg. Oh, oh, oh. De bekende groene viool van het Spookslot zit hier ingebouwd. Het moet ook weer een aanwijzing zijn naar Dans Macabre. Wat gaat hiermee gebeuren? Nu we toch in de spookachtige stemming zitten, het Spookslot, dames en heren. En ik ga het hebben over de documentaire van het Spookslot. Die gaat namelijk 2 september in première. De kaarten daarvoor zijn al uitverkocht. Die zijn niet meer te halen. Maar voor 3 september zijn er misschien een paar plaatjes vrij. Ik kan alle 2 niet. Ik heb 3 september heb ik een scriptlezing. Ja, daar ga ik nog wel wat meer over naar buiten brengen. Vertel ik nog wel. En 2 september is mijn vader jarig. Ik ben er helaas niet bij dus. Maar wil je daar nu dus nog naartoe? Link in de beschrijving. Vergeet niet natuurlijk naar die première. En je hebt hem natuurlijk niet gezien. Dan kan je hem altijd nog gewoon terugkijken. Of nee, terugkijken. Hij komt op het YouTube kanaal van Huis van de 5 Zintuigen natuurlijk. Dus en ik zijn voor de grap eventjes in de pagode gegaan. En nou bedenk ik me, nou kan ik heel goed even het Efteling Hotel laten zien. Gewoon het hotel dat er al 25 jaar, 26 jaar staat. En die kreeg een makeover, heb ik in deze video link in het i'tje al gezegd natuurlijk. Blauw en goud, al vind ik die punten, dat ziet er niet uit. Laten we daarop houden. Het is meer wit, het is niet goud, het lijkt wel plastic. Het is, nee, ik ben er echt geen fan van. Dit is de blikvanger van de Efteling als je op de snelweg rijdt. En het ziet er niet uit. Nou, daar komt het eigenlijk gewoon op neer als je ernaar gaat kijken. Nou ja, de buitenkant moest veranderd worden omdat de binnenkant een aantal jaar geleden al is veranderd naar het thema goudblauw. Wij staan bij, daar heb je hem, Ravelijn. En ik ga het over een paar dingetjes hebben. De Efteling en Paul van Loon hebben Ravelijn geschreven. Bedacht, gemaakt, dames en heren. En er zijn al wat boeken van uitgekomen. Wow, een kraai. Maar er is dus een nieuw boek en dat boek heet Het Bloed van de Laatste Draak. En of ze daar wat mee gaan doen in de show is niet bekend. Ik ga niet uit, ik ga er dus niet van uit dat dat gaat gebeuren. Want je ziet een enorme octopus op de voorkant, op de cover van dat boek. Hier heb je dat boek, zo ziet hij eruit. Het Bloed van de Laatste Draak. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Ik denk dat ze hem wel gaan verkopen hier in de Efteling. En anders ligt hij sowieso in de boekhandels. Maar wat moet ik nog meer vertellen over Ravelijn? Dikke maand geleden zijn hier natuurlijk 2 branden geweest. Zowel eentje in het decor voor in de grote poort. Maar ook achter in het decor. Hoe komt dat nou? Het is onderzocht. En als het goed is, het is nog niet 100% zeker, heeft het te maken met een lekkende gasbrander die onder bij Ravelijn staat. Nou, die 2 vuurspuwende branders die daar hun werk doen in de show, die zitten aangesloten aan dezelfde gasbrander die dus aan het lekken was. Daar moet het fout zijn gegaan. Als ik erachter kom dat het toch iets anders is, laat ik het weten. Het wordt nog steeds onderzocht, maar als het goed is, is het dus die lekkende gasbrander. Ondertussen zijn er natuurlijk wel weer shows, maar zonder water en zonder vuur. Heb ik gehoord. Ik ga dat zelf ook nog checken. De Efteling heeft het zomerseizoen flink uitgepakt met drankjes. Zowel frozen mocktails als slushpuppies als bubble tea wordt allemaal hier verkocht. Op allerlei verschillende soorten plekken, maar vooral hier op het Jokie en Jet Zomerstrand. Over een paar weken gaan jullie zien hoe de frozen mocktail hier smaken op het Anton Pieckplein. Want daar heb ik er eentje genomen. Nou, die video die komt nog wel over een paar weken, dat komt helemaal goed. Maar nu gaan we de bubble tea proberen hier op het Jokie en Jet Zomerstrand. Komen jullie mee? Ja, je had 3 verschillende soorten bubble teas en wij hebben de melting matcha. Het ruikt een beetje aan iced tea green. Maar goed, ik ben eigenlijk niet echt van de bubble tea. We gaan hem wel gewoon proberen. Dan gaan we drinken. Proeft eigenlijk gewoon iced tea green. En er komen een paar van die balletjes. Dat is een gek gevoel. Dat is niet echt voor mij bestemd. Maar Liz, drink jij nog maar een beetje. Proeft een beetje als iced tea green, de melting matcha. Maar dat vind ik lekker. Dus dan is het goed. Dames en heren, ik loop even in het Carouselpaleis. En het appelt hier helemaal. Kijk, dit Carouselpaleis, begrijp me niet verkeerd, dat is ontzettend mooi en ook al ontzettend oud. Dat betekent dat hij al heel veel heeft meegemaakt. Anton Pieck heeft ervoor gestreden dat hij in de Efteling kwam. En hier zie je dus allemaal oude, mooie herinneringen van het Carouselpaleis. Dat is hier nieuw opgehangen. Moet je hier maar eens kijken. Die paarden, dit is een hele oude foto. Hier heb je een hele mooie oude foto. Nou, die zijn er dus opgehangen. En niet alleen aan deze kant. Nee, als we een stukje verder lopen, heb je nog zo'n muur. As you can see. Hier heb je er dus nog een met allemaal oude foto's en een rittenkaart van de carousel. Nou, ontzettend grappig dat ze dat hier op hebben gehangen. Is misschien wel leuk om naar te kijken. Die carousel zelf, die heeft een hele grote geschiedenis. Ik loop hier op het Fata Morganaplein en dat heeft een reden. Het nummertje van Fata Morgana, nummertje, gewoon de muziek die is gecomponeerd van Fata Morgana, is gecomponeerd door Ruud Bos en dat was de huiscomponist van de Efteling. Hij heeft ook Carnaval Festival gemaakt. Heel veel bekende deuntjes die jullie kennen en Ruud Bos is overleden.
overleden. Nou, dat is wel redelijk oud nieuws. Hij is al niet heel lang geleden overleden, maar een heel klein tijdje terug. En fans die hebben een ode aan hem gebracht door Fata Morgana te spelen op hun instrumenten die ze zelf hebben. Daar hebben ze Fata Morgana mee gemaakt. Laten we naar een heel klein stukje gaan luisteren. Ja, ontzettend leuk dat die fans dat natuurlijk doen. Heel veel sterkte aan de familie van Ruud Bos. Ruud Bos, je was een held. Nu gaan we eventjes naar Piranha. En waarom gaan we naar de Piranha? Ik heb net wat nieuws binnengekregen over de Piranha. Hij gaat namelijk dicht. Zoals ik zei, vanaf Fata Morgana lopen wij richting de Piranha. En de Piranha die gaat inderdaad dicht, maar liefst voor 8 maanden. Dat is vandaag te net naar buiten gekomen door Loopings. Vandaar dat ik dat net niet bij de intro kon zeggen. Maar hij gaat dus dicht voor 8 maanden en dat komt door instortingsgevaar. Er is een risico op de veiligheid dan van de mensen die erin zitten. Hij moet, als het goed is, 6 november tot nu toe, denk ze, tot eind juni gaat hij gewoon dicht. Jongens, dames en heren, dat is 8 maanden, 33 weken. Dat is ontzettend lang. Ze zeggen dat die rotswanden vooral aangepakt moeten worden. En er komt nog wat terug, maar dat vertel ik daar. Daar staan we bij de watergoden hier beneden bij de Piranha. En er wordt verwacht dat er nieuwe watergoden komen. Kijk maar naar deze foto. Deze 2 beelden staan achter de schermen, maar wie weet worden ze wel gewoon vervangen. Ze zijn in ieder geval spiksplinternieuw. Of ze er ergens bij komen, dat weet ik niet. Of ze vervangen worden, dat weet ik niet. Wie weet zijn ze wel iets anders. Geen idee, er zou misschien een nieuw effect inkomen. In ieder geval, hij gaat 8 maanden dicht. Of je na 8 maanden denkt, nou jongens, oh, je ziet wel dat het 8 maanden dicht is geweest. Geen idee, ze gaan in ieder geval die rotswanden gaan ze vervangen, gaan ze ja, verbeteren, want die staan gewoon op instorten. Wordt er gezegd. En voor de rest, ja, onderhoud, hè. Het blijft altijd onderhoud in de Efteling. Altijd is er ergens wel weer onderhoud. En dat was de video voor deze week. Heel veel kleine nieuwtjes. Ik heb al het laatste nieuws wat er nu beschikbaar is hier in de Efteling, heb ik jullie verteld. En vanaf dit prachtige plekje ga ik hem maar weer eens afsluiten. Volgende week dus een challenge video met YouTube freerunner Mats Akkermans. En nog veel meer fantastische video's komen eraan, dames en heren. Geniet van de vakantie, geniet van het heerlijke weer en van de zomer. Vergeet niet naar de Efteling te komen deze zomer. En dan zie ik jullie volgende week dinsdag om 6 uur. Tot de volgende en houdoe!